Hallo allemaal, wat tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video. In deze video ga ik niet zomaar wat doen, maar ik ga voor jullie wat doen. Namelijk... de 3 Color Challenge. En ik heb er super veel zin in, dus doe alvast een duimpje omhoog. Abonneer je eronder natuurlijk op dit kanaal. En laten we dan nu lekker gaan beginnen. Nou, eigenlijk moet ik nog even denken wat voor tekening we gaan maken. En ik dacht eraan, ik hou er persoonlijk niet echt super veel van eigenlijk. Maar we kunnen een LOL tekening maken. Dat is toch ook super tof. En abonneer dus op dit kanaal en je kan ook reageren hieronder. Want dat vind ik super leuk en dan kan je ook reageren wat voor video's ik nog kan maken. En daar kan ik dus op reageren. Maar laten we nu dan echt beginnen. Let's go! Hiervoor maak ik dus allemaal nice tekeningen. Want ze zien er namelijk zo uit en dat zijn er heel veel. Natuurlijk niet dezelfde natuurlijk. Het zijn namelijk allemaal verschillende LOL die ik uit heb geprint voor jullie. Maar nu moet ik er toch wel eentje gaan kiezen. Weet je wat? Ik doe mijn ogen dicht. Nou, ik ga ze nu allemaal even voor me leggen en dan zie ik jullie straks terug. Let's go. Ik zijn natuurlijk niet allemaal. En ik ga ze straks neerleggen, dus tot straks. Oké, ik zei dus natuurlijk niet allemaal. Maar hier liggen de 4 tekeningen die ik wel leuk vind. En daar ga ik dus uit kiezen met mijn ogen dicht. Zo jongens, ik ga mijn ogen dicht doen en ik kies... Ik weet niet welke het is hoor jongens. Ik pak hem lekker. Het is dus die. En ik ga nu mijn ogen open doen. 3, 2, 1. Oh my god, deze is echt leuk. Nou, ik vond ze allemaal natuurlijk al heel leuk. Dus eigenlijk maakt het niet uit joh. Nu moet ik nog kleurtjes hebben. Hoe zullen we dat doen? Hier zit de... tekening. Ik doe hem er gewoon lekker voor. En dan zie je de tekeningen. Zo, ik weet niet zeker. Maar ze zijn erbij! De stiften! Yay! Wat ik nu nog moet doen is deze mooie kleurplaat gaan tekenen. En ja, die kleuren... Ik heb hier allemaal kleurtjes en nu moet ik nog gaan kiezen. Wacht even. Deze hoort er ook bij. En nu moet ik gaan grappelen en ik vind het wel een beetje lastig. Eyes dicht. Nu kiezen. Ik kies die. Die. En die. Ik pak de kleurtjes er even bij. 3, 2, 1. Er zijn 2 dezelfde. Dus eigenlijk is het wel een keuze dat ik er eentje weg mag halen, toch jongens? Want dit zijn wel dezelfde. Ik ga er even eentje weg. Ik haal ook alle blauwe er eventjes uit. Zo. En nu ga ik zo gewoon doen. Ik pak deze. Een paarse, ook super leuk. Nu moet ik toch echt gaan kleuren met deze 3 kleurtjes. Die lekker kleuren. Alleen, geen huidskleur. Met welke eigenlijk ik altijd doe, is of met bruin of met oranje. Geven jullie me misschien een kans dat ik deze mag? Ik ga het even aan mijn zusje vragen. Nori? Mag ik de bruin misschien gebruiken voor de 3 Color Challenge? Deze bruin. Yay! Ik mag hem bijgebruiken. Ik doe lekker bruin voor de gezicht en voor de handjes en zo. Dus dat ga ik nu lekker even doen. Jongens, oh. Jongens, ik heb mijn tekening al heel ver. Nou, ik heb alleen net gemaakt. Dit is de tekening. Ik heb nu alleen de huid gedaan voor alles. En nu nog
Ja, de kleren met blauw en roze. En paars trouwens. Jongens, jullie horen de tv waar je hoort dat mijn zusje tv te kijken. Maar ik ben al wel ver, kan ik zien. Kijk hier. En ik heb hier bij de schoenen heb ik hier blauw gedaan. En ja, het is wel cool en gaaf en zo. Dus daar ben ik wel blij mee. Alleen ik moet ook nog het haar doen. En daar heb ik niet echt zin. Maar ja, we gaan gewoon lekker door. We zijn een paar minuten verder. En ik ben al wel best ver. Alleen het haar is een beetje mislukt. Want ik heb het niet gedaan. Ik heb het haar roze gedaan. Alleen dit is hem naar een stukje. Want ik dacht misschien dat ik het haar wel bruin kon doen. Maar dat heb ik helaas net een beetje verkeerd gedaan. Maar ja, ik kan het misschien nog wel regelen. De video is al bijna klaar. Maar ik ben al wel best ver. Want namelijk... ik moet alleen nog maar het hoedje doen. Zo, dit is nu de tekening. Ik vind het eigenlijk wel best wel leuk, maar ook niet super duper leuk ofzo. Nu moet ik alleen nog maar het hoedje doen en dan ben ik al klaar. En ja, ik viel eigenlijk helemaal niks. Zo jammer, maar dan gaat het tijd wel sneller voor jullie. Oké, ik ga één ding voor jullie filmen. Oké, let's go. Het is wel moeilijker omdat ik ook nog met mijn rechterhand film en omdat ik nog met links ga. Maar het gaat wel best goed. Het is alleen een beetje moeilijk, maar ja, ik ga wel gewoon lekker doen. Oh my god, ik vind het echt zo spannend. Het is wel al redelijk goed. Zo, oeps. Zo. En het is klaar. Ik heb het hartje afgemaakt. En nu ga ik met paars of blauw deze ribbellijn doen. En ik ga het denk ik met paars doen. Dus ja. Let's go. Oeps. Binnenkort de laatste aflevering van Happy Danger en iets nieuws. Dus hou ons in de gaten. Het is al een beetje aan het kleuren voor mij. Dus... komt Alice terug? Het is wel moeilijk, maar ja, het gaat wel weer heel erg goed. Want het is al tot hier. Zo, nog een beetje. Ik snap wel dat ze hem gesmeerd is. Zo, het is helemaal ingekleurd. Het is een beetje lelijk, maar ja, daar kunnen we wel weer van leren. Nu moet ik nog de bovenkant gaan doen. Dus dat doe ik lekker met blauw. En het lijkt een beetje op paars, maar het is blauw. Oké, geen paniek jongens. Het is wel een beetje moeilijk hoor jongens. Kijk, zo ziet het er nu uit. Ik heb toch het hartje paars gedaan, want dan kan ik dit, kan ik roze kleuren, wat moeilijk gaat. Omdat ik jullie er ook nog bij heb, dus ik ga even op pauze doen. Jongens, het eindresultaat ga ik nu laten zien in 3, 2, 1. Oh my god, de voeten. Mooi ingekleurd. Nu laat ik hem helemaal zien. De kleding. Het gezicht. En de haar. Dit is het poppetje geworden. Super tof. Vond deze video leuk? Geef dan een dikke vette like. Abonneer op dit kanaal. En ja, dan zie ik jullie weer een andere keer. Bye guys.